Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim Groendijk. Dit keer over krachttraining voor hardlopers. Ik ga je vandaag vertellen wat je allemaal met een weerstand of een resistance band kan doen. En hoe je die krachttraining kan toevoegen aan je schema. Zo word je een betere en snelle hardloper. En door krachttraining toe te voegen aan je hardloopschema's heb je minder kans op hardloopblessures. En dat is wat we natuurlijk allemaal willen. Dus ik ga je vandaag uitleggen hoe je een krachtoefening, een workout kan doen met een weerstandband. En met een aantal oefeningen erbij en waarom eigenlijk een weerstandband een ideaal middel, hulpmiddel is om die krachttraining gewoon thuis te kunnen doen. Het is belangrijk om krachttraining te doen. Dat wordt vaak vergeten door hardlopers om te zorgen dat die zwakke schakels in je benen en in je rug en in je core, dat die aansterken. Zo heb je een betere loophouding en heb je minder kans op hardloopblessures. Dus daarom is het echt belangrijk om voldoende krachttraining te doen. En dan vooral de core, dus dat gedeelte, maar daar gaan we vandaag niet hebben. En de benen, want dat is het belangrijkste twee onderdelen die je gebruikt met hardlopen. Dus vandaag ga ik met de weerstandband laten zien hoe je dan de benen kan aansterken. Waardoor je de kans op knieblessures, scheenbeenblessures en dat soort zaken kan verminderen. En ik ga je nu een aantal oefeningen laten zien hoe je dat kan doen. De eerste oefening die we gaan doen is de sidestep met de meest lage weerstandband. Die doen we om net bij onze enkels. En dan doen we eigenlijk een stap opzij en zetten de andere voet weer wat dichterbij. Zorg wel dat er spanning op de weerstandband blijft staan, dus niet dat die slap komt te hangen. En doe dat dan een aantal stappen opzij, een stuk op 8. En ga dan weer terug met de andere voet weer. Laat die andere been dan weer aansluiten. En zo doe je sidestep, zeg maar, met de weerstand, laagste weerstand om je enkels. Oefening 2, dat is eigenlijk ook weer een sidestep, alleen zetten we een zwaardere weerstand dan bij onze bovenbenen. Wat ik net al zei, hoe hoger je de weerstandband gezet, hoe meer weerstand je kan hebben. Het is een soort hefbrug, hoe lager je is, hoe meer kracht je uiteindelijk moet zetten om die weerstand aan te kunnen. Dus daarom, hoe lager bij de voet of bij de been, hoe minder weerstand. Dus we gaan nu boven doen, dat doen we dan met een zwaardere weerstandband. En doen we eigenlijk dezelfde oefening die we net ook deden. En als het goed is, voel je de spanning steeds meer op je dijken van je bovenbenen komen te staan. Zorg in ieder geval dat je voeten recht vooruit blijven staan en niet dat je met je heup gaat draaien, maar dat je voeten gewoon parallel netjes naast elkaar blijven staan. Oefening 3, dat is de knieopening oefening. Dan doen we de weerstandband bij onze knieën en dan draaien we eigenlijk de knieën iets uit elkaar en doen we de knieën net iets uit elkaar zetten. En zorg echt alleen dat het uit je knieën komt en niet dat je heupen, dat je heup gaat draaien. Zo komen weerstand ook op je bovenbeenspieren staan en dat is echt voor het voorkomen van knieblessures en om juist die spieren aan te sterken. Dus zet je knieën recht en dan draai je iets naar buiten. En herhaal dat 10 keer. En dan hebben we ook nog de hip adduction oefening. En dat is, doen we de weerstandband weer om de enkels en dan gebruiken we de laagste weerstand. En dan zetten we één been echt dus goed op de grond, dat je goed balans hebt. En de andere been doen we langzaam van ons af bewegen en laat die beweging vooral uit je heup komen. Herhaal dit een paar keer met het ene been en dan een stuk of 10 keer en ga dat dan met het andere been doen. En dat is echt zorgen dat die spieren die bij je heupen zitten goed aansterken. Om nou de oefeningen wat moeilijker te maken en heb je al wat langer met de weerstandbanden gewerkt, dan kan je gewoon zorgen dat je eigenlijk die weerstandband één zwaarder maakt. Dus maak je de oefening steeds zwaarder. Zonder dat je daar extra spullen voor nodig hebt. Maar en je kan makkelijk behouden van als je, die weerstand wordt net iets te makkelijk. Dat gaat maar van mijn leien dakkie. Pak dan gewoon een eentje zwaarder. En dan merk je dat de oefening gelijk weer een stuk zwaarder is. En dat je weer een aantal weken vooruit kan om de oefening te blijven herhalen. Zodat de spieren weer genoeg aansterken om die weerstand ook goed te kunnen verteren. Dus daarom zijn weerstandbanden echt ideaal om steeds net even dat extra stapje te maken. In hoe zwaarder de oefening is. Dit waren mijn oefeningen met de weerstandband. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Het is zeker aanrader om die weerstandbanden. Het kost niet zo heel veel om aan te schaffen. En dan kan je gewoon makkelijk thuis die krachtenoefeningen doen voor je benen. Ben je nog op zoek naar andere krachtenoefeningen voor je benen? Dan heb ik hier sowieso nog een filmpje waarbij je helemaal geen hulpmiddelen nodig hebt. Die kan je ook gewoon makkelijk thuis doen. Dit was in ieder geval Wim Groendijk. Heb je nou nog vragen hoe je het beste je krachttraining kan toevoegen in je hardloopschema? Stel dan in de comments hieronder.
Wil je nou op de hoogte blijven van alles over hardlopen en trailrunnen? Vergeet dan zeker niet te abonneren, dat kan hier. Dit was in ieder geval Wim Groendijk met mijn video over de weerstandbanden en hoe je die als krachttraining als hardloper kan toevoegen aan je hardloopschema. Tot volgende video weer, hoi!